En wat zijn jouw positieve dingetjes van afgelopen week? Let me know. Want ja, het jaar van de positiviteit, waar worden we blij van? Ik heb het idee dat, dat ik Erwina niet te pakken ga krijgen. Nou, Erwina die had een gedichtje geschreven. En die vond dat, ja, die vond dat het jaar van de positiviteit wel op deze manier kon worden ingeluid. En het gedicht ging als volgt. In wat voor ellende kan ik nu nog belanden? Niet langer meer in die ellende, dus. Want ik heb de toekomst zelf in handen. Door mijn eigen gedachten om te denken, kan ik zo mijzelf een betere toekomst schenken. Omdat er al genoeg negativiteit is, doet Kicks het even anders. Deze plaat aangevraagd op... Ongelooflijk, ongelooflijk, ongelooflijk lekkere plaat blijft dit toch. How could you be, babe? Op donderdagmorgen om 8:30. En voordat we naar Demi Lotus gaan, die weer op mag treden, kreeg ik even iets binnen in mijn mailbox. En dan wil ik even kijken wat het nou precies is. Dit is Kicks, Kicks Radio. Dit is Kicks, Kicks Radio. Kicks! Nou, dan weet je in ieder geval waar naar je luistert. Demi, goedemorgen. 50.000 jongeren die een petitie hebben ondertekend, waarin staat dat ze een baan willen hebben waar ze van kunnen leven. Het weer. Het is even over met het mooie weer. Vandaag is het vooral bewolkt. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Het wordt 12 graden in het noorden tot 20 in het zuidoosten. Dit was het nieuws van NOS op 3. Nu op Kicks, Bastiaan Meijer, CQ, de radio meneer. Omdat er al genoeg van hetzelfde is, doen wij even iets anders.